Hoi, ik ben Lauren, teamleider verkoopafhandeling bij Albert Heijn Langeweide. Hoi, ik ben Savannah, ik ben ook teamleider verkoopafhandeling bij Albert Heijn Langeweide. En vandaag gaan wij hier boodschappen doen met behulp van onze nieuwe salescan. Kom maar mee! Nu gaan we een handscanner pakken en dat doe je als volgt. Je hebt de bonuskaart, die hou je hieronder, door die groen. En dan kan je gaan scannen. Dit is dus de handscanner. Hiermee scan je de producten die je wilt kopen. Als je op dat knopje daar beneden klikt, zie je dat er een rood lampje komt. En daarmee kan je je producten scannen. Voor de rest zie je in het scherm ook je persoonlijke bonusaanbiedingen. Super handig natuurlijk. En dan gaan we nu beginnen. Yeah! Mocht je een product hebben van de groenteafdeling of fruit, sommige gaan per stuk. Zoals bijvoorbeeld de bloemkool. Die heeft dan hier barcode. Deze kan je hier scannen. En dan voegt hij hem toe. Maar je hebt ook producten zoals bijvoorbeeld dispersiebonen. Die moet je wegen. En daarvoor hebben we hier de weegschaal. Dan ga je het in een zakje doen. Gewoon hier opleggen. En dan een beetje net als voorheen. En dan krijg je ook een barcode die je ook kan scannen met de handscanner. Soms komt er tegen met een 35% kortingsticker om verspilling te voorkomen. Dan is het belangrijk dat je deze barcode scant en niet deze, want anders gaat de korting er niet van. Het voordeel van handscannen is dat je de boodschappen gelijk in de tas kan doen. Zo bespaar je uiteindelijk tijd. Goedemiddag. Als je een handscanner gebruikt, is het belangrijk dat je nadat je klaar bent met het scannen van al je boodschappen, om hem terug te zetten in het zelfscanbubbel. Het volgende wat je moet doen, is je bonuskaart invoeren. En het enige wat we dus nu hoeven te doen, is eigenlijk nog betalen. Soms komen wij een controle uitvoeren. Dat doen we dan om te kijken of we alles hebben gescand, zodat we geen voorraadverschillen hebben in onze winkel. Als je alles hebt afgerekend, kun je met de code onderaan het bonnetje wat je hebt gekregen, de deurtjes openen. Fijne zondag. Fijne avond. Bedankt voor het kijken. We hopen dat jullie de zelfscan nu iets beter begrijpen. Ja, en like en abonneer op dit kanaal als jullie het leuk vinden. Volgende week zijn we weer terug en gaan we een overheerlijke quiche maken met producten die we vandaag hebben gekocht. Dus zorg dat je niet mist.